Holland Food and Flowers heeft gevraagd of wij als Clusius ons onderwijs willen presenteren op het evenement. Na inventarisatie en begroten is besloten om mee te doen met een grote stand om te laten zien wat we allemaal in huis hebben. One last time to fight the fear. Voor het Holland Goed en Flauw Festival gaan wij een stand bouwen voor het Clusius College. Oh, so wrong. I know I'm not so... We verzorgen een programma met bloemschikworkshops voor bezoekers, kookworkshops door het VMBO aan basisschoolkinderen en demonstraties en lessen door studenten van MBO Voeding. Reminds me of when we were free. We gaan eerst onderzoek doen naar het Clusius College zelf. Dan gaan we 4 ontwerpen maken. Dat hebben we nu gemaakt. En dan uiteindelijk hebben we nu eentje gekozen. En die ontwerpen. We hebben vandaag de projecten voorgelegd. Dat hebben we allemaal gepresenteerd en laten zien. Daarvan is 1 project uitgekozen. Dat is een agrarisch project met paviljoens. En bij die we gaan nu met z'n 4 samenwerken en we gaan in januari beginnen met de spullen bestellen. Ook gaan we offertes aanvragen en uiteindelijk de stand bouwen. Heel leerzaam natuurlijk allemaal. Ontwerpen, projectplanning, beslismomenten, communicatie. En dan is er opeens heel veel te doen. Een opdracht uitvoeren voor en in de regio. Dat is regio leren. Holland Food and Flowers is open van 24 februari tot en met 3 maart. Can I hold you one last?